Hoe is het voor jou? Heerlijk. Echt een gevoel van thuiskomen. Lekker optreden. Lekker een hele fijne groep voelt als familie. In het stadion. Heel spectaculair. Ja, en heb je al eens eerder een dergelijke spektakelstuk meegemaakt? Nee, dit is mijn eerste theaterstuk. Ik zing normaal in een band en dat is een ander soort rol. Maar nee, zo groot en zo groot als dit, dat is mijn eerste keer. Als je het nog eens een keer weer over moest doen, ging je weer meedoen? Oh ja, zeker. Zeker weten. Ja. Jij doet ook mee aan dit stuk. Hoe ben jij hier zo bijgekomen? Nathalie stuurde mijn moeder een appje om te vragen of ik mee mocht doen. En toen wou ik meedoen. En wat is jouw rol in het stuk? Ik speel de dochter van de Lummel en Geesje. En vind je het leuk om te doen? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Dus je wil... Je bent van de productie, het productieteam. En jij mag proberen om alles binnen het hele gebeuren hier van de Lomo in goede banen te leiden. Is dat niet vreselijk moeilijk? Nou, moeilijk valt mee. Het is wel veel, het is druk. We doen al met z'n allen heel hard ons best. Maar moeilijk, nee, het is niet moeilijk. Het is vooral heel erg leuk. Is het voor jou de eerste keer dat je een dergelijke grote productie mocht leiden? Wel een locatietheaterproductie. Ja, ik heb hiervoor wel heel veel festivals gedraaid. Maar het is toch weer net iets anders, dus in die zin is het wel nieuw inderdaad. Hoe ben jij zo bij deze voorstelling, bij dit spektakel terechtgekomen? Nou, dat kwam eigenlijk via mijn dochter. Bij de audities kon ik niet, want ik zat met mijn eigen toneelstuk. En toen heb ik het over laten gaan. Maar er waren wat mensen die uitgevallen waren. En ik vroeg elke keer, nou, als jullie een lijk nodig hebben, dan wil ik er wel meespelen. En toen zei mijn dochter van, nou, er zijn al wat uitvallers, ik ga het vragen. Toen kon ik instromen. En hoe bevalt het je tot nu toe? Heerlijk. Ik heb net of ik nooit anders gedaan heb. Ik heb wel toneel gespeeld, maar zo'n productie als dit. En om ook een kijkje achter de schermen te nemen, ik vind het heerlijk. Het is natuurlijk en met muziek en met theaterspel en met kostuums. En heel bombastisch eigenlijk, wat je natuurlijk met toneel niet zo hebt. En dit is gewoon een keer helemaal wat anders. Je kunt losgaan, dat is fijn. Om mee te mogen doen in dit stuk. Dat is terug een beetje gaan naar mijn roots. Het is ook heel spannend. Ik moet met een Twents accent praten, wat ik in principe nooit van huis uit heb meegekregen. Maar het is een eer om in zo'n groot spektakel en met alle Almeloers en alle mensen en alle vrijwilligers mee te mogen spelen. Absoluut. Je hebt een behoorlijke rol. Was dat moeilijk voor jou om dat erin te stampen? Ja, ik heb eerst heel veel op de tekst gezeten en natuurlijk het accent. Maar ik had Nathalie Baardman naast me die... Hartstikke goed dat kan en die heeft mij daar heel goed mee geholpen. De rollen zelf, dat heeft even geduurd, maar op een gegeven moment was het een burg in Borgen en zijn wij onafscheidelijk bijna. Ja, wat betekent dat hele theater voor jou? Ik ben helemaal dankbaar en helemaal blij om iets te doen voor Dalis. Dalis Mafana Temba Dolomo. En hij is helemaal onze hero. En hij is ook een voorbeeld. En ik ben gewoon blij als ik... mee kunnen meedoen. Ik ben helemaal dankbaar. Yes. Ja, want uit welk land kom jij? Ik kom uit Senegal. En toen wij waren bezig om een variascommissie te doen. Ik heb onderzoek gedaan over Darius. En ik heb ook getrouwd met een Nederlands vrouw. En de verhaal van Darius was zo interessant in me. Ik zeg, wauw. Hij is echt een voorbeeld voor mij. Hij is iemand die wil gewoon de wereld veranderen. Hij is iemand die heeft heel veel liefde. Die mensen aan mensen kunnen geven. En ik wil gewoon als dan hem zijn. Ja, want jij bent een beetje de choreograaf. En nou heb ik nog wel een vraag. Hoe kom jij nou zo ontzettend lenig? Ja, ik ben geboren met dans. Ik ben eigenlijk een griot. Griot is iemand moet storytellen, drummen, zingen. En dat is mijn family roots. En ik hou heel veel van alle dansen in Afrika. En ik ben altijd benieuwd om alle dans gewoon leren, snel en gewoon... Ik voel me gewoon thuis. Ik ben gewoon... alle landen is mij thuis in Afrika. En hier in Nederland voel je je ook een beetje thuis? Ik voel me ook thuis. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 dochters. Ik hou alleen van mensen. Mensen is mijn familie. Dankjewel. Dankjewel jullie ook.